Deze is voor Peter Wolf en Hans. Je was benieuwd hoe het verder ging, toch? Of wat eraan vooraf ging eigenlijk. Ik lees 3 gedichten uit mijn debuutbundel en daarna nog eentje uit mijn 2. De bijen. Wij waren meisjes. Wij konden alles worden. We droomden van zwarte paarden, van een eigen bureau met laadjes. We hinkelden door kantoren, aten ongewassen druiven. We zagen reeën, het goud viel van hun rug en alleen wij konden dat horen. Wij waren alles. Zouden iemand worden, personen met agenda's en ideeën, met een huisje van koek in ons eigen bos. We stalen kleine dingen die we best konden betalen. De zomers waren lang en we waren laat op straat. Niemand zou ons kelen. Er waren buurvrouwen en bij de bakker kreeg je ongevraagd dat warme kapje in je hand. We vingen tussen bekers bijen in springbalsemine. Ze zoemden hoog en daarna laag. Ze waren niet kwaad als we ze lieten gaan. We droomden van zwarte paarden in een wei vol paarse klavers. Wij konden alles worden. Vrouwenmand. Als ik dood ben, niet nu, later als ik dood ben, dan wil ik zo'n platte granieten zerk. Hak het aanrechtblad maar uit de keuken en plant vrouwenmantel in de gootsteen op mijn graf. Stevig in de aarde drukken en goed water geven. Drijven. Mijn moeder is een eiland in de tijd. Ik zag de ouders van mijn vrienden ouder worden. Ze kregen kwalen, rimpels, ze klaagden als bejaarden of lagen in een ziekenhuis. Mijn moeder niet. Zij is een eiland waar ik naartoe drijf als de stroming het mij toestaat. Als jij doodgaat, dan vermoord ik je, riep ik met overslaan de stem van jeugdigheid en ik was bereid hetzelfde geloven. Maar nu ik hier sta, aan de rand van je graf, en zand op hout hoor vallen, heb ik spijt. Dat ik in die tijd niet zei, als jij doodgaat, sterf ik zelf. En mama, ik ben bang, neem me in je armen, kus me, streel mijn haren, jij bent mijn eiland voor altijd. We lachen harder dan eigenlijk kan. Mijn tweede bundel is heel anders van opzet. Het is eigenlijk een hele lange vertelling. 45 gedichten lang, waarop de linkerpagina steeds een verteller aan het woord is en op de rechterpagina de stem van een vrouw over wie verteld wordt, die over een brug loopt. En ik lees alleen het laatste gedicht. Gedachteloze dagen volgden een vrouw op een brug. Alles hield op te bestaan. En de wind waaide, het water stroomde, regenwormen ploegden zich door de bewegende aarde. Vogels maakten nesten. Mensen sloten vriendschappen of begonnen een oorlog om niets. Om macht, om eer, om bodemstoffen. De aarde draaide, de zon scheen of de maan. Kinderen werden ziek en herstelden. Brood werd gebakken, monden gevoed. Het vuur laaide en doofde, kortom, alles hield op en ging door. Waar het mee bezig was, zoals het hoorde. Een vrouw bleef achter op een brug, telde de nerven in haar hersenen, telde er elke dag wat minder, wat niet gaf, want ze vergat het aantal van de dag ervoor. En ook dat.